Zo, goedemiddag. Goedemiddag, Eduard. Ja. Kijk, we staan aan de Loskade en dan staan we ja, toch echt in de Tiroler sfeer een skihut. Klopt. Wij hadden hier de kelder, Soutre, dat was vroeger een taverne. En op een gegeven moment hebben we hier dus een vergaderruimte van gemaakt op aanvraag van iemand. En we, dat is de nieuwe doelen. Dat is het hotel van Nieuwe Doelen inderdaad. En die skihut, tenminste hadden we een vergaderruimte hier. Maar ja, mensen konden hier naar buiten kijken. Dus wat ga je mee doen? Op een gegeven moment hebben we de spulletjes ingezet. Was de opslagruimte. En toen waren we op een gegeven moment in Brabant. En toen hadden we een nieuw idee. We zagen een mobiele skihut zagen we staan. Nou weet je wat, denk ik, dat is een goed idee voor je beneden. Geen uitzicht, maar het uitzicht maken we een beetje virtueel zo. Met een leuke achtergrond. Goed geïsoleerd. Naar boven en naar buiten. Goede afzuiging. En niemand heeft daar eigenlijk last van. En mensen kunnen gewoon een lekkere feestje houden. Dus we zijn niet open hier zo, maar het is gewoon als mensen maar een verjaardagje hebben of iets dergelijks. Of een partijtje of een borrel, kerstborrel of wat voor borrel dan ook. Dan kan je gewoon afhuren. Zitten. Kun je afhuren inderdaad. We vragen geen zaalhuur. Okay. We vragen gewoon minimale afname is €450. En dan staat er ook iemand achter de bar die jullie van muziek voorziet. En afname bedoel je afname in drank? In drank, ja. Ja, 450 heb je zo bij elkaar. Dat heb je zo bij elkaar. En je kan wel een zaalhuur vragen, maar dan zitten wij niet te wachten. We hebben liever een leuke avond met... met de mensen die beneden zijn. En jij zorgt dan ook voor een barman? En wij zorgen voor een barman, voor lekker voor de muziek en alles kan. Je kunt het heel netjes houden. Gewoon zo. Maar we hebben ook een paar disco-effecten. Ik zal even achter de bar lopen. Ga ik even op de dansvloer, even mijn schoentjes aan. Ja, dan kunnen mensen even lekker... Skihut is meestal gewoon een beetje springen, toch? Gek doen inderdaad. En dan zetten we de rookmachine aan. En een lasertje erbij. Dus dan komt straks de rook eruit. En dan is het... Skihut de lawine. Lawine. Dat is wel actueel trouwens, de lawines. Ga ja, hè? Ja. Ja, en hier is gewoon lawinevrij, dus dan kon je het zeker echt thuis op z'n weer. Nou. Hallo! Oh. En dan is gewoon lekker feesten in de zaal. Als je te geloven. We denken, we moeten alles in één ruimte creëren. Dus van heel netjes, dan gewoon lekker swingend einde. Alles is mogelijk eigenlijk. Nou, die kan je toch wel met een mannetje op 50 in of zo? Ik kan je in principe zijn hier met een mannetje op 80 in. Ja, mooi man. En we hebben twee vluchtwegen, dus één aan die kant. En je hebt ook bijpassende drankjes zoals dropshot en boswandeling. Boswandeling. Alle biertjes. En een hoop biersoort hier in de koelkast inderdaad. Dus voldoende drank voor iedereen. En wat ze erin willen hebben, die koelkast zetten we erin. Dus, En Eduard, we gaan natuurlijk het hele hotel bekijken, maar jij hebt ook op de bovenverdieping dingen verbouwd. Ja, en, ik zag er net ook nog de timer, wil ik heel graag even inkijken als dat mag. Dat mag zeker. Zullen we even naar boven lopen? Gaan we zo even naar boven. Dan zijn we er toch. Waar we net waren, de skihut, dat is dus alleen op aanvraag en als je het reserveert. Ja. Maar hier kunnen mensen op hier kunnen mensen gewoon binnenlopen en een biertje drinken. Gebeurt dat ook regelmatig? Dat gebeurt heel vaak eigenlijk en steeds meer. Dus mensen die na het werk vanaf een uur of vijf tot een uur of acht komen ze even lekker borrelen. Nu zijn we inmiddels op de vierde verdieping. De vierde etage. En die was er wel al, maar... Dat was er inderdaad. Het dak moest vernieuwd worden. En dit was eigenlijk een zolder waar alleen maar opslag was van oude spulletjes en troep. Dus dachten we, nou wat gaan we hiermee doen? We moeten het dak vernieuwen. Gaan we alleen de dakpannen vernieuwen, dakgrootte, dat soort dingen. Denken we, nou weet je wat, we kunnen er ook al gaan wonen. Maar goed, het was eigenlijk toch niet zo'n goed idee. En toen ontstond het idee dat we nou maar gewoon kamers ervan maken. En dan hebben we toch een leuke uitbreiding van 5 kamers erbij. En met een heel apart sfeertje, want je hebt spant er in het zicht. Oh, er is nog een bed. Ja, er staat nog een bed. Kan even oppassen voor je hoofd. En dan als je het raam open doet, dat is inderdaad nog hoger dan die commerce. Ja. Ja, ik durf wel met rust te zetten. De hoogste kamer van Middelburg is, ja. Lekker badkamertje. En waar kan je douchen? Met zo'n uitzicht. Ja, dat is perfect. Je ziet zelfs Veren, daar zo links. De grote kerk van Veren. Ja. En dan links weer de windmolens van het Deltawerken. De Oostkerk. Ja, opeens zie je dan eigenlijk hoe overzichtelijk Walcheren is, hè? Ja. Normaal dacht je dat zo verder, maar toen stond ik hier boven en dacht nee, dat lijkt allemaal dichterbij. Authentieke daken. Dus je kunt ook samen naar buiten. Ja, precies. Ja, dat is perfect, hè? Links prachtig huis hier op het gemeentehuis. Waterschap. Ja, super hoor. Ook een espresso machientje, waterkokertje en met een paar cupjes. Alles erop aan. En dat hebben we dan op deze etage. Dat hij wat net niet. Ja, zijn deze dan heel anders dan de andere kamers? De andere kamers zijn wat klassieker, ook heel leuk. Die zijn ook een stuk ruimer. Maar straks doen we dus, we hebben heel veel verbouwd in het verleden, dus heel veel badkamers al verbouwd. Dit was de grootste verbouwing en straks gaan we gewoon per kamer verbouwen. Oh zo. Naar binnen, god, wat moet hier gebeuren? Helemaal op de dus eigenlijk wordt het hele hotel gemoderniseerd. Heel het hotel, ja.
Maar merk je nu ook wel dat mensen die dan boeken, dat ze dan toch eerder kiezen voor de nieuwe? Iedereen is verschillend natuurlijk. Sommige mensen houden van heel modern. Nou, dan pak je deze. En sommige mensen houden toch een beetje van warmere kleuren, klassiekere kleuren. Hij heeft zelf een keuze, dus iedereen wat wils. Nou, dit is de laatste deze kamer. Heeft natuurlijk wel een heel bijzonder uitzicht. Die is over de hele breedte eigenlijk van het pand, van het dak. En hier heb je natuurlijk uitzicht. Is dat de grootste kamer of niet? Dit is de grootste kamer op deze etage. Ja, je kijkt echt gewoon zo recht de scheerstraat in prachtig. Ja, het uitzicht is hier natuurlijk ongelooflijk. De eerste keer dat ik de kamer huurde, stonden de stoeltjes stonden in het raam. Volgens mij zitten mensen van elkaar afgelezen. Nee, maar dit is ook perfect. Dit is echt perfect. Het is gewoon net of je op Maduro Dome kijkt, hè? En dan zie je opeens heel gek dat gebouw daar in de scheerstraat ook. Ja. En hier zie je echt alle daakjes, tuintjes. Ja, dat is prachtig. Aan de stad, hè? Wat een stad, hè? Mooi, hè? Dan zie je hoe mooi Middelburg eigenlijk is. Ja, wat is het ook. En toch heel compact. Waar we het nou nog niet over hebben gehad, van hoe lang zit jij hier nou precies? Want, het is al heel lang een begrip, de nieuwe doelen. Klopt, dat staat vroeger al naast het stadhuis. Dat is ver van voor jouw tijd. Dat is echt voor mijn tijd. Maar wat is jouw geschiedenis hier nu eigenlijk? Mijn geschiedenis is eigenlijk dat ik vanaf mijn 15e, 1985 was dat ongeveer, dat we hier samen met mijn ouders zijn we hier naartoe gegaan. Bonifazi heeft toen mijn broer overgenomen. En dan was het natuurlijk voor schooltijd ontbijt meelopen. En daarna even naar school, daarna kamers schoonmaken en s'avonds afwassen. En dat 7 dagen in de week. En nu vanaf sinds 99 doe ik het samen met mijn vrouw hier zo. Maar eigenlijk ben jij dus al 32 jaar zit jij gewoon in het vak. Zeker 32 jaar in het vak. Maar je bent 47, hè? Ja. Klopt. Ja, dat is toch buitengewoon lang. En dus nog steeds met plezier. Ik vind het fantastisch, joh. Ja? Dat is geen mooie vak als dit. Ja, is dat zo? Mensen verwennen. Gezellig maken, mensen entertainen, is het mooiste wat er is. Hey, maar we zitten nu op een dinsdag in januari. Ja. Is toch ongeveer wel het dieptepunt qua seizoen. Maar daarnet zei jij tussendoor dat je nog maar één kamer vrij hebt vanavond. Ja, vandaag is toch één kamertje vrij. We hebben heel veel vaste gasten, heel veel zakenmensen die dan komen. En ze komen natuurlijk gezellig even voor de bar. Slapen kan je hier ook natuurlijk, hartstikke goed. Perfect ontbijtje. Een beetje darten, alles kan hier zo. En natuurlijk, de bar is natuurlijk ons aan het... Maar betekent dat jij dus helemaal niet seizoensgevoelig bent? Nee, het gaat het hele jaar door. Natuurlijk heb je in het seizoen maak je de echte prijzen, zeg maar. Dus een dubbele bezetting. En nu is het heel vaak één persoon op een kamer. En hebben we vast gasten erin voor. En, hartstikke leuk. Nou, klinkt goed. Duifjes in de boom. Kijk, het is natuurlijk niet het meest ideale moment om de tuin te bekijken. Maar je moet dat zien als alles in bloei is. Alle tafeltjes weer staan. Maar je kan natuurlijk 's morgens fantastisch ontbijten. Ja. Zeven rust. Ja, nou, ja, ik vind het leuk dat je even die dingen hebt allemaal laten zien. Dus dankjewel voor de rol. Ja, en jullie bedankt. Ik kom ook gewoon eens eventjes een keer een avondje aan die bar zitten. Dat lijkt me heel gezellig. Dat is wel iets wat... En de eerste drankje is al van mij. Kijken, gezellig.